Ik sta hier met hoofdtopzeiler Hessel Evertsen in Miami. Hessel, Miami OCR begint over 2 dagen. Wat zijn de verwachtingen? Licht weer. Sterk team. Ik zie een hele enthousiaste groep om me heen. Die met 6 klassen goed voorbereid zijn. En dit evenement zullen gebruiken om een goede start van het seizoen te maken. Ik zie dat met heel veel belangstelling tegemoet. Er zijn mooie teams bij de Elliot. Dat is een volledig 470 ploeg. Dus ik kijk er met heel veel vertrouwen naar uit. En alle coachesposities zijn ingevuld op dit moment? Ja, fantastisch. Ja, dus alles staat op de rit om successen te gaan halen de komende 1,5 jaar richting Londen. Ja, natuurlijk. We hebben 1 coach weg mogen halen bij de talentploeg. En daar zijn we op een haar na rond met nog een ploeg. Dat betekent dat we 12 ploegen hebben, 4 talentploegen, 8 kernploegen, allemaal met een coach. Nou, wat zou een bond zich dan meer willen wensen, zeg ik. En de selectiereglement staat ook helemaal op de rit op dit moment? Is dat allemaal helemaal af? Helemaal. Eerlijk gezegd niet helemaal goed dat wij de Olympische reglementen allemaal klaar hebben, maar het Paralympische reglement nog niet. Nou is dat iets minder ingewikkeld dan de Olympische reglementen, dat heb ik langs af gedaan. Dus ik hoop eigenlijk dat we dat ook volgende maand op de site hebben. En dan moet er nog wel meer gebeuren. De ISAF, WK, eind van het jaar, daar moet nog wel reglement voor verschijnen. Dus wat dat betreft is nog wel werk aan de winkel. Oké, dankjewel. Hey, leuk.